Het is nu vrijdagochtend. Ik heb het lammetje net de fles gegeven en dat ging heel erg goed. Altijd uitgeweest, gevoerd en de kat gevoerd, Shadow. En buiten, ik denk niet dat je ze ziet. Ze zijn net het hoekje om. Van en niets, ze zit hier achter de keuken. De kipjes, die mogen eventjes los lopen in de tuin. En ik zit nu bij Shadow. En Shadow die is een beetje jaloers geworden op Artika. Want Shadow zag ik altijd een beetje het verwende katje in huis. En nu moet hij de aandacht delen. En dan hebben we hier dus Artika. En die loopt los in huis. Hé, hey, meisje. En Abby. Abby. Ah. Abby. Hé, hey, meisje. Abby die heeft dus net pas ontdekt dat Artika al bij ons in huis zit. Maar die is dus echt al... Artika is er al sinds maandag. En Abby die komt er nu pas achter. Hey Lulu. Dus die is een beetje van slag. Die snapt het dan al niet zo goed. Ik ga ontbijten en daarna ga ik naar stad toe. Dus ja, dat is het een beetje. Lulu en Scotty en Samois. Nou, en die box die dus daar staat, daar slaapt Artika in. Daarom hebben we dus die box. Hé, hey, meisje. Abby loopt uit het heen en weer. Peppy. Abby. Abby. Ze denkt, nope. Hier wil ik niks mee te maken, ja. We gaan nu naar stal toe. Baby, die is dus mee. Altijd is niet mee, want dat wordt echt te veel gedoe. Want Altijd is zo'n drukke hond. Dus ik dan en op die baby moet letten. En op Altijd, dat wordt echt te veel. Dus... Oké, Ragnar staat buiten. Ze zijn net aan het spelen. Ik ben nu dus de stallen uitmesten. En daar staan nog Luna en Blue. Eerst doe ik even deze rij stallen en doe ik die twee achterin nog. Ik vergeet gewoon bijna weer om alles op te nemen. Ik ben gewoon zo druk bezig. De stallen zijn klaar en Bodan die loopt lekker los over het terrein. Hey, schat. En ik ben nu klaar met voeren. Dus dan veeg ik alles even een beetje netjes bij elkaar. En hey Odin. En ja, dan ga ik hier nog even mee bezig. En dan gaan we door met het volgende. De dames staan lekker bij elkaar. We hebben hier Firefly en lieve Omnia en Padme. En ik ga Padme even meenemen, want die krijgt wat extra voer bij. Die ga ik eventjes wat biks voeren. En de rest die staat dus lekker al hooi te eten. Padme is heel slim. Ik denk altijd, nee, ik heb geen zin meer in lopen, want dan moet ik weer rijden. Dus dan gaat ze altijd kijken. Gewoon blijven staan. De bak die wordt gesleept. Nou, en de paddocks. En de paarden zijn allemaal even uit. Dan ga ik nu ook Obelix halen. Gewoon staat daar. Zodat de paarden moesten even uit de paddock. En dan mogen ze straks weer in. Ik heb net een privéles gegeven en ik ben nu bezig met Ragnar en ben aan een dekje gewoon in het weiland. En Ragnar die heeft een klein beetje pubergedrag. Die wil nu niet meer zo makkelijk mee.
mij loopt. Kom. Ja, goed zo, braaf. Dan doe je het goed, hè? Nou, dus daar ben ik een beetje mee bezig. In de bak zijn ze bezig met Luna logeren. En dan gaan we straks weer hangen. Oh, lucht. Trooi. Ah, gekke Trooi. Oh, wat schattig. Nu even pauze. Is gedaan. We gaan stroopwafels eten. Energy drink. En daar is Alissa met Blue's Clues. En even kijken. Hij ziet jullie niet. Je bent wazig. Nou ja, in ieder geval. Zij heeft dus super leuke foto's gemaakt tijdens het rijden met Sherlock en met Obelix. Dus die ga ik nu laten zien. Ik had het niet eens door, maar kijk. Oh, nee. En... Is er al? En vriend. En Ragnar daar, stoutert. 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 Wow, super ingezwart. Dan met je even net weer de fles gehad. Het gaat echt goed met flesje. Nu kan ze 100 ml in één keer drinken, dus daar ben ik echt heel blij mee. Dus ze heeft nu net gehad en dan gaat ze nu weer even lekker slapen. En in de tussentijd gaan we een buitenritje. Waar is Nicole? Oh! Ja, we zien je! Sherlock.